Wethouder Marcel Elfrink en gedeputeerde Eddy van Heijem namen deze week het warmteopwekstation aan de Scandinavielaan officieel in gebruik door een krentenboom te plaatsen. In het gebouw staat een enorme houtgestookte installatie voor het opwekken van duurzame energie. Eaton Industries is erop aangesloten en levert de energie die weer door buurman Galvano Hengelo wordt afgenomen. Wethouder Elfrink noemde het een belangrijke stap voorwaarts in warmtenet. Het is de bedoeling dat er op 24 juni door de gemeenteraad van Hengelo een besluit wordt genomen over het krediet wat beschikbaar wordt gesteld voor het aanleggen van de backbone in Hengelo-Zuid. Dat is een houtgestookte kachel en daar gaat biomassa, hout, die gaat erin. Daar wordt warmte geproduceerd en dat warmte wordt weer gebruikt bij de bedrijfshallen van Eaton. En inmiddels heeft de buurman Galvano ook besloten om gebruik te maken van dezelfde houtgestookte kachel om hun bedrijfsruimtes te verwarmen. Hij gaat ervan uit dat de raad op 24 juni voor warmtenet stemt. Het project gaat de gemeente miljoenen euro's kosten. Dat betekent dat ook alle fracties zonder uitzondering ook heel kritisch zijn en ook veel vragen hebben gesteld. En ik vind ook dat ze terecht kritisch zijn. Ook de provincie levert een bijdrage aan het project. We kunnen er eindeloos over praten hoe belangrijk het is dat we minder afhankelijk worden van fossiele brandstoffen vanwege het milieu of onze eigen portemonnee. Maar daar heb je wel overheden voor nodig en bedrijven die samen de handen uit de mouwen steken om echt met concrete projecten aan de slag te gaan. Zoals hier, waar ze gewoon warmte, restwarmte benutten om in de energiebehoeften te voorzien. En dat levert alleen maar voordelen op voor alle partijen. Er is onder een aantal voorwaarden is er 4 miljoen euro beschikbaar om te investeren. De gemeente Hengelo is op dit moment bezig om het plan uit te werken wat aan die voorwaarden voldoet. Om daar ook nog de Rijksoverheid voor te interesseren. Die moet eigenlijk ook meedoen. Gelukkig waren er ook vandaag weer wat mensen van de ministeries aanwezig. En zo proberen we ook het plan echt helemaal af te krijgen, zodat we hier ook concreet aan de slag kunnen. Galvano Hengelo is sinds een week aangesloten op het warmteopwekstation. Technisch directeur Robin Smit is blij met de ontwikkelingen in warmtenet en gaf het gezelschap een inkijkje in de fabriek. Dat betekent dat we voor ongeveer een derde van onze warmtebehoeften volledig verduurzamen. Het bedrijf brengt metaallaagjes aan door middel van elektrolyse op onderdelen met laagjes nikkel, tin, zilver of koper. Dus warmtenet produceert de warmte, levert aan Eaton en als er overcapaciteit is, en dan praat je over gigajoules. 1000 gigajoule per jaar is ongeveer de behoefte. En dat komt overeen met een, 30.000, 40.000 kuub gas. Wat je dan dus bespaart.